Deze twee boys shinen continu op Instagram en YouTube. Ze worden miljoenen keren bekeken. Geen stress. No paniek. Kalma, kalma, kalma. In deze eerste aflevering gaan Ryan en Shane elkaar voor het eerst leren kennen. Ze hebben elkaar nog nooit eerder in het echt gezien. Ja, nu dat ik hem ook heb ontmoet, is hij heel aardig. Vooral. Ja, ze kunnen niet heel erg lang vrienden zijn, want in deze aflevering gaan ze ook verschillende battles tegen elkaar doen. Challenges. Maar eerst beginnen we met het geven van stiekeme panna's. Stiekem. We moeten stiekeme panna's geven. Ja, maar gewoon... Dit is te veel aandacht vragen. Why, joh? Why, joh? Stiekem. Ik heb niks gezien. Stiekem. Shane, die boy met die rugzak. Met die rugzak. Oké. Daar zo. Oei, oei, oei. Die was super stiekem. Weet je wel wat er gebeurd is? Ik heb geen idee. Je weet niet wat er gebeurd is? Nee. Hallo mevrouw, goeiedag. Zo, lieve man. Die was wel stiekem. Het is tijd voor FC Gun Iets. Wil jij nou een Touzani pak winnen? Heel simpel, wat moet je doen? Like deze video, abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. En om extra kans te maken, laat in de comments weten waarom jij dit Touzani pak verdient. We gaan straks verder met stiekeme panna's, maar eerst eens kijken hoe goed ze elkaar kennen. Shane, je kent Ryan eigenlijk alleen maar via social media. Ja, dat klopt. Wat voor speler denk je dat hij is, als je naar zijn beelden kijkt? Ik denk dat hij een hele technische speler is. Die goede passen kan geven. Ook kan scoren. Ja, hij heeft inzet, hij heeft... hij kan goed dribbelen natuurlijk. En hij is een echte teamspeler, denk ik. Ryan, wat voor speler ben jij? Ik ben een aanvallende middenvelder. Een aanvallende middenvelder die veel kan scoren en veel assisten geeft. Ik heb goede aanzicht op het veld. En ja, een paar techniekjes. Je kan niks met links, hè? Oh, ik weet het. Het is misschien mijn zakken been, maar ja, ik kan er veel mee. Je kent Shane alleen maar van de social media beelden. Wat voor speler denk je dat hij is? Ik denk een spits. Een spits die veel scoort. Ik denk ook dat ik een speler ben die kan scoren. Kan die koppen? Is die snel? Kan die verdedigen? Hij is heel snel, denk ik. Ik denk verdedigen iets minder, maar dat is bij mij ook zo. En koppen, ja, zeker een rust. Toen hij dan naar zijn vader rende, ja, dat was heel mooi ook wel. Ja. Ik ben ook een teamspeler die ook kan dribbelen. En gewoon ja, dat eigenlijk. En ook acties in het veld kunnen maken. Even kijken wat jij van Ryan weet. Hoe oud is hij? 13. Eens even kijken of dat klopt. Ik ben 13. Wat is zijn favoriete speler? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Wie is zijn favoriete rapper?
Boef, denk ik. Boef. Hoeveel volgers heeft hij op Insta? 297.000. Ik denk nu 297.000. Wat weet je precies? Ik heb gisteren nog gekeken. Hoe oud is hij? 11. Ik ben 11. Wie is zijn favoriete speler? Ik weet dat niet. Ik denk sowieso iemand van Barca. Messi. En buiten Messi, als het een andere club zou zijn? Neymar of zo. Wie is jouw favoriete speler? Lionel Messi. Maar buiten Barca, Kylian Mbappé. Wie is zijn favoriete rapper? Ik denk Engelse rap. 50 Cent, Tupac. Ik weet niet. Ronnie Flex en Frenna. Ronnie Flex. Hoeveel volgers heeft hij op Insta? 350.000? 351.000. Ja, heel erg knap, want ze kennen elkaar eigenlijk best goed, terwijl ze elkaar nooit eerder in het echt hebben gezien. We gaan verder met stiekeme panna's. En met stiekeme panna's bedoel ik super stiekem, of niet Ryan? Super stiekem. Hij heeft het door. Dag, mag ik u wat vragen? Ja? Heel snel hoor, heel snel, heel snel. Kom. Hey, maar het is mooi weer vandaag, vind je niet? Het is heerlijk weer. Ja, ja. Ja, echt. Ja. Ja, u bent gepannaat. Dit was een pasta, dat was geen pannen. Wow. Hey, het is battletijd. Aan het eind van deze serie, want er komen meer afleveringen, gaan deze twee strijden tegen elkaar in een voetbalchallenge. En om alvast een voorproefje te doen, doen we gewoon een kleine mini-challenge die we allemaal wel kennen. Koppen vangen. Koppen betekent vangen, vangen betekent koppen. Ik ga gewoon een random. Wie als eerste een fout maakt is klaar. Steen, papier, schaar bij wie ik als eerste ga gooien. Maar je bent random. Je hebt gelijk. Hé, hey, scherp. Vangen. Koppen. Vangen. Oeh. Koppen. Oh. Vangen. 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 Koppen. Koppen. Oeh. Vangen. Koppen. Vangen. Ah! Jij. Ik was vergeten te zeggen, maar de verliezer krijgt een klein piekje op zijn oor. Kom maar. Voor deze challenge moet je een sniper zijn. En voor deze challenge moet je ook je kans pakken, want je kan mij een panna geven. Maar niet van dichtbij, maar van ver. De Long Distance Panna Challenge. Steen, papier, schaar, wie er gaat beginnen? Steen, papier, schaar. Oeh, Ryan mag beginnen. En als hij in één keer raakt, dan is het ook gelijk klaar. Ja. Weet wat op het spel staat? Piek. Buitenkantje. Bijna. Ik heb toch nog één kans? Hij is toch begonnen? Ik zei steen, papier, schaar. En wie er mag beginnen. Dat betekent piek. Oké, een challenge tussen ons drie. Degene die hem als eerste met een lopje in de basket krijgt. De winnaar mag twee piekjes tegelijk geven. Wauw! Steen, papier, schaar. Oké, hij mag beginnen. Tot nu toe verdien jij het. Ik ga heel vies van jou winnen. Maar wat is dit? Ja.
Yes, mensen, je weet. Eerste keer heb ik het geprobeerd. Het is gelijk gelukt. Kom staan, kom staan. Je kan allebei pieken. Wacht. Iedere dag kijken de miljoenen mensen naar deze twee bazen. Maar is het eigenlijk wel fijn om bekend te zijn? Hangt af van welke dagen of hoe dat ik me in mezelf voel. Maar anders, ja, ik vind dat leuk. Wat vind je er leuk aan? Dat mensen naar mij opkijken. En ja, dat ze op een dag bijvoorbeeld een foto met mij willen maken. Maar ik zeg nooit nee tegen iemand. Ik wil altijd een fan, zal ik maar zeggen, blij maken. Ja, je mag toch een keer nee zeggen als het niet goed uitkomt? Dat mag toch, als je aan het eten bent of iets anders? Ja, tot nu toe heb ik nog nooit nee gezegd. Oh, lieve boy, lieve boy. Hoe zit het bij jou? Is het fijn om bekend te zijn? Ja, ik denk dat ik het wel in het algemeen wel fijn vind. Maar het heeft natuurlijk ook zijn nadelen. Heb je wat meegemaakt wat nadelig is? Niet heel vaak hoor, maar meestal positief. Ja, dat is wel leuk. Dat mensen foto's vragen, dat vind ik wel leuk. En stel dat iemand een comment plaatst op YouTube of Instagram en dat is niet zo fijn, een beetje van die vervelende, nare comments. Wat doet dat met jou? Dat doet niks eigenlijk, want... Je kan niet lezen? Ja, ik kan niet lezen. Nee, ga even. Nee, ik kijk gewoon naar de positieve comments. En er zijn altijd mensen die het leuk vinden, dus daarom. Come on. Hey, zijn jullie ready of wat? Je kan er nu nog geen uit, hè? Geen stress. No paniek. Kalma. Dit was de eerste aflevering. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. En zet je meldingen aan, want de tweede aflevering wil je niet missen. Ze gaan hun skills laten zien. Ik maak de winnaar bekend van de giveaway. Ook gaan wij de voetbalkennis testen van deze boys. En is er een Q&A met de fans. Maar nog belangrijker, ze gaan in de allerengste attractie. Hier alvast een warming up. De warming up.